Ik neem jullie mee terug naar 21 juni 1988. Dat is de belangrijkste dag eigenlijk in de historie van het Nederlands elftal. Want toen speelden we tegen Duitsland in het Volksparkstadion in Hamburg. En nou, iedereen weet dat, hoe dat afgelopen is. We kwamen achter met 1-0 door een strafschop van Matthäus. Er was een enorme vervelende sfeer in het veld. En er werd een haren getrokken, weet ik nog wel, met Vuller. En er was een Van Breukelen die stond te schelden boven een speler. En zo ging dat maar door. En uiteindelijk maakte Koeman, ergens ver in de tweede helft, maakte hij gelijk met een strafschop. En daarna de ontlading, doelpunt van Basten. Met die paas van Wouters. Hup, en glijdt hem er zo in. 2-1. En dat Volksparkstadion ontplofte. En heel Nederland. Ik bedoel, er is nog nooit zo gejuicht in ons landje als toen na die overwinning. Alle frustraties over Duitsland, die kwamen eruit. En die spelers, die gingen zich ook allemaal een beetje misdragen en zo. En Koeman, die liep met de shirt zijn kont van Duitsland, liep zijn kont af te vegen. En noem het allemaal maar op. Het was een soort van hele vervelende baldadigheid. Dat is wat er ontstond in dat stadion. En Jenne ook. Want ik hoorde alleen maar Aaron Winter roepen de hele tijd. Lothar, Lothar. Du hast verloren, Lothar! Ja, 2-1. Schade, schade, Lothar! En dat ging maar door. Dat ging maar door. Dus dat was die sfeer na afloop. En ik stond bij die bus van het Nederlands elftal om te kijken of ik nog een speler kon vinden. Maar die zaten bijna allemaal al in de bus. En ineens stond naast mij, want daar gaat het verhaaltje eigenlijk over. Stond naast mij Frans Beckenbauer. Boom, daar stond hij. En hoe moeilijk was het niet voor hem, die hele avond. Want ja, hij zou even toch Europees kampioen worden met Duitsland. En dat gebeurde allemaal ineens niet. En hij was ook nog eens een keer verslagen in eigen land. En poeh, hoe moeilijk was het voor hem niet. Toch stond hij daar. Bij de Nederlandse bus. En hij ging de trapjes omhoog. En hij ging staan daar in die ruimte naast de chauffeur. En hij zei alleen maar, ik gratuleer Ihnen. Mit dem Sieg, ik feliciteer jullie met de overwinning. Und nog veel Erfolg im finale. En nog veel succes in de finale. En dat was het. En die spelers van het Nederlands elftal, die reageerden helemaal niet. Niet een applausje. Niemand zei iets. Doodse stilte. Te verbouwereerd. Door het moment dat Beckenbauer daar stond. En hij ging weer weg. Hij toonde zich een enorme verliezer. In dat moment. Hoe moeilijk was het niet voor hem. En hij stond daar toch om Nederland te feliciteren. En daarom. Frans Beckenbauer. Voor mij. Altijd en eeuwig. Een keizer.